deelnemers, onder een vreselijk sterk deelnemersveld overigens, zit ook een Nederlander, een Fries zelfs, Wout Zijlstra. We zagen hem kort geleden nog op Eurosport schitteren. Toen zagen we hoe hij samen met Berend Veenenberg het zelfs weer won van de top van de wereld bij die teamwedstrijden. Het sterkste team van de wereld, dat heeft hij gewonnen. En of hij hier ook kan winnen, dat gaan we nu bekijken. In ieder geval is dit Ryan Vieira. En die zeer sterke Amerikaan, we zien het nog even in slow motion. Het eerste onderdeel, dat is het putting the light stone. Die lichte steen, die weegt dan 7,5 kilogram. Een soort kogelstoten met 16 meter, 13 centimeter. Alistair Gunn had net 15,55 neergezet. Ryan Vieira nogmaals. Ryan Vieira. Op dit moment absoluut de beste. De tweede, de beste wordt hem die telt. Dat is over het algemeen zo. Hier nog even een herhaling. De grote winnaar, de man uit Amerika, Ryan Vieira. Hij wint dit onderdeel duidelijk met 17 meter en 5 centimeter. En hier zien we de binnenste steen nog even door de lucht zeilen. Dit keer niet door de lucht dus van de Schotland, maar van Oulu. De Finse havenstad. Net buiten de stad waar dit evenement werd georganiseerd. Met natuurlijk veel Schotse muziek. En de dames die lachen nog even om die fraaie kilt. Ryan Vieira als gezegd, hij wint het onderdeel. Met Verjeep een mooie tweede plaats. Joe Kickley dus op een derde. Francis Bradner dan een vierde. En Wout Zijlstra, hij moet met de zevende genoegen nemen. Hij gleed namelijk uit net. Dat kost hem dan zijn plaats. Ryan Vieira trainde volledig voor deze onderdelen. Buiten het seizoen werkt hij dan nog veel meer. 5 per dag. Wout Zijlstra, die zich hier meet met de absolute top van de wereld in de Highland Games. De enige Nederlander die hier actief is en hier Ryan Vieira. Ja. Dit is de man die verslagen moet worden. Dit is namelijk de regerend wereldkampioen. De regerend wereldkampioen in de Highland Games. En we zagen Ryan Vieira hier de beleiding van het volgende onderdeel alvast kapot gooien. Een behoorlijke worden dus. En hij neemt daar weer de leiding. Ook bij dit onderdeel de leiding voor de regerend wereldkampioen in de Highland Games. En Francis Bradner met een bekende kreet. En ik weet niet zeker of hij op die dame ligt, maar het leek er wel een beetje op. Francis Bradner, de man uit Schotland, de wereldrecordhouder. Gewicht vergooien bij het zwaarder gewicht, want ook daar zit verschil in. En hier zien we dan nog eventjes het voetenwerk. En je moet dus, je mag niet over die balk, want dan is het afgelopen en dan ben je gedisqualificeerd. Ryan Vieira, de winnaar in dit onderdeel. En we zien hem nog even in slow motion. We zagen net zijn voetenwerk. En dit is dan het werk van zijn armen. Ja, niet iedereen van zijn armen, maar het hele lijf, het hele lichaam. Een bepaalde souplesse is belangrijk. En daar zie je nog even de beleiding kapot gooien van het onderdeel boomstamwerpen. Wat we later te zien krijgen. Een hele mooie overwinning dus weer voor deze man van dit onderdeel. En die Francis... Ja, het is Francis Bradner die tweede wordt. Joe Quickley op een derde plaats. Ja, Bradner... Zelfde plaats, maar Koning Malcolm dus voor het eerst die startte midden van de 18e eeuw. We gaan verder met de throwing the heavy hammer, het hamer slingeren. Deze Schotse hamer van 10 kilogram. Ryan Vieira staat hier in deze kooiconstructie. Ik hoef je niet uit te leggen waarom die eromheen staat. En dat lijkt me een behoorlijke worden. Tweede worden van de Amerikaan. Erg ver. De vraag is of het een nieuw wereldrecord is, maar dat is het dus niet. Ja, en de man die we net steeds in beeld zagen met interviews, Dr. Douglas Edmonds, is de president van de IFSA, de International Federation of Strongmen at Least. Succesvol zijn met de kwalificaties, die krijgt twee beurten bij de grote boomstam, bij de grote cabber. En waar de heren nu mee aan het wandelen zijn. Ryan Vieira, de man uit Amerika, Californië, de grote wereldkampioen. Zal die er overheen gaan? Nee, ziet er minder mooi uit dan van Francis Bradner. Ryan Vieira. Komt niet in de buurt van die 11.50.
is 12,50 en dat is een stuk minder. Op dit moment in ieder geval goed voor een tweede plaats, maar minder dan Francis Rebner. Spierbeheersing ook heel belangrijk bij dit onderdeel. Klassement na vier onderdelen. Het zal moeilijk zijn om de Amerikaan te verslaan hier in het algemeen klassement. Per onderdeel kan het natuurlijk wel, maar we zijn er nog niet. We hebben natuurlijk nog veel meer onderdelen. We krijgen nu de throwing weight over de bar. Oftewel weight for height, zoals we het noemen bij de wereldkampioenschappen en bij alle andere sterkste man-evenementen. Ryan Viera, geen enkel probleem met de 4,75 meter. Dit was zijn derde poging. En die was oké. Okay. Zijn derde beurt voor Ryan Viera. 4,75 meter. Wanneer ik dan denk aan onze Nederlander Wout Zijlstra, dan is dat natuurlijk niet zo'n abominabele hoogte. Want dat is het onderdeel van onze Wout Zijlstra. Die gegevens hebben we jammer nog niet. We hebben weinig gegevens. Ik hoop dat het in de toekomst verbetert. Dat u ook wat beter van commentaar kunnen voorzien. Maar dit is in ieder geval de Amerikaan. Ryan Viera. De wereldkampioen in de Highland Games. Dit is de man op wiens titel jacht gemaakt wordt. Kreet erbij. En de tweede worf neemt hij de leiding over. Viera. Een afstand van 13 meter en 38 centimeter om precies te zijn. Hij wint ermee dit onderdeel en het schijnt dus dat Brebner niet zijn dag had. Jammer genoeg hebben we de worp van de Francis Brebner, de wereldrecordhouder op dit onderdeel, dan niet gezien. Winnaar van het evenement Viera, wederom een overwinning voor de wereldkampioen. De man die zo'n beetje alle onderdelen hier op rij wint. Toch bijna je voortanden. Ryan Viera, de man die zo goed presteert en zijn tweede worp is een mooie worp waarmee hij de leiding meteen op zich neemt. Ryan Viera, 43 meter en 64 centimeter. Dat wordt zijn beste resultaat. Of dat deze worp is, dat kan ik u jammer nog niet vertellen. In Nieuw-Zeeland. Ja, er zitten maar een paar maanden tussen. Maar ja, dat komt omdat het dan in januari in Nieuw-Zeeland zomer is. Ryan Viera. We gaan kijken naar de laatste worp van de Amerikaan. Goed, de vaart erin. Laten we op het juiste moment los. En dat is een uitstekende worp. En dat zal dan de worp zijn van de dikke 43,5 meter. 43 meter en 64 centimeter. De worp waarmee hij de leiding hier neemt weer bij dit evenement, bij dit onderdeel. Bij het hamerwerpen met de lichte hamer van 7,5 kilogram. Dit is ook het spelletje van Ryan Viera, de man uit California. Hij is een voormalig discuswerper trouwens.
De man die vorig jaar in Nieuw-Zeeland zijn wereldtitel won. Neemt hij hier dan meteen de leiding naar zijn tweede worp. Francis Bredner, de wereldrecordhouder, die gewicht vergooien. Maar ja, dit is een ander bij het zwaarder gewicht. Dit is toch weer een ander spelletje. Maar hier zien we nog even de herhaling van Ryan Vieira. Ja, Joe Quigley uit Australië, die zal het hier waarschijnlijk goed doen. Die heeft meegedaan aan de Olympische Spelen met kogelslingeren. Dat noemen ze in Schotland dan de Olympische hamer, de Olympic hammer. Dus ik hoop dat we Joe Quigley ook in beeld krijgen. Maar dit was Francis Bredner en hier hebben we hem weer. En dan langzaam in de herhaling dat u elk slingertje kunt zien. Mee aan deze wedstrijden sinds 1992. Ryan Vieira in beeld. Alistair Gunn, die was trouwens de wereldkampioen in 1995. Ryan Vieira. Zie je nog even in de herhaling, ook in de kwalificatie. Nou, Zijlstra was trouwens de vorige. Dit is ook echt een onderdeel van. I'll be back.